Was het niet in de early years dat we ook nog condooms en zo weggaven? Ja, ja. Turn Me On stond er op de condoom. Ja. Wat zeg je? Turn Me On. Ja, voor mij hadden we 25 condooms, ja, toch? Ja. Turn Me On. Ja, 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 ja. Rick kwam nooit verder dan Turn. Oké. Nee, jij impliceert eigenlijk. Ja, 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 ja. Bestaat dat nog, Rollo? Dat chocolaatje? Ja, met karamel in de binnen, denk ik. Durf ik eigenlijk niet te zeggen wat er nog bestaat. Was wel lekker, hoor. Sowieso, overal waar karamel in zit, vind ik niet lekker. Oh, nee. Heerlijk. Nee, oh. Nee, ik vond die Rollo's vond ik altijd wel lekker. Het is Rollo, hè, niet Rollo. Is het? Ja, Rollo. Ja, Rollo, ja, Rollo. Ja, nee, ja, hey. Hou je mond, Bollo. Dat zeker. Goedemorgen, lieve luisteraars van 538. Ja, daar is hij weer, hoor. Ja, hoor, de Krultang van Café de Amstel uit Amsterdam. Oh. Ze loopt er een stelletje, een man, vrouw en de dochtertje. Die lopen langs een weiland met allemaal paarden. Oh. En raakt een van die paarden die raakt een beetje opgewonden. Oh, ja. Dus die gooit het apparaat eruit. Ja. Zegt het meisje tegen de moeder. Mama, wat is dat? Zegt ze, loop maar door, het is helemaal niks. Dus ze lopen even verder. Zegt ze, papa, wat is dat wat het paard daar heb? Nou, dat is de piemel van het paard. Oh, ze zijn mama zei dat het niks was. Ja, ze die liever, maar je moeder die is verwend. Ik heb altijd de Rexona, wat is het weer, super dry, geen vlekken. Ja, ja, ja. En, ja, 72 uur bescherming. Ja, 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 exact, ja. Je hele shirt zit er uiteindelijk toch onder. Nou, ik hoorde jullie zeggen over die witte poeder. Ja? En dat kan je heel makkelijk verhelpen. Als je gewoon even schudt van tevoren, goed schudden. Oh. En dan spuiten, dan heb je geen witte poeder. Schudden en spuiten. Ja. Ik ga geen stoppen. Geef een half uur, ik probeer het zo uit. Dank voor je belletje. Doe jij make-up in de auto of gewoon thuis? Dat is een rare vraag. Oh, wat erg. Oh, dit doe ik altijd in de auto. Ja, en ook precies op het punt waar ik nu ben. Nou, jij zit nu met de eyeliner, zit je ook. Ben je aan het stoeien? Ik vind het heel raar. Hoezo? Ze staat bij het stoplicht, nee, man. Ze moet jou je rijbewijs afnemen. Nou, Rick, doe nog niet zo meteen zo drastisch. Ook, oude bejaarde. Rick, je hebt gelijk. Wat? Oh. Nee. Wat een raar. Nee, maar luister. Ja, maar, nee, joh, maar, nee, maar zeg wie het is. Nee, maar je hebt ook veel mensen die scheren zich in de auto. Ja, gebeurt maar ook, gezicht, ja, mag ik open. Ja, ja. Je hebt toch één hand soort van vrij? Je bent aan het rijden. Ja, maar één hand is vrij. Ja, je bent schakelen met die hand. Ja, je hebt vorig jaar goed lippenstift op. Jij hebt vorig jaar 4 ongelukken veroorzaakt. Ja, jij moet. Hele kleine mini-ongelukken. Niet tellen. Laten we alsjeblieft beginnen. We zitten hier met een hele strenge Rick vandaag. Nou. Nee, nee, nee. Ja, ik hoor het. Ik kom naakt. Naakt? Ik kom naar werk. Ja. Het is goed! Yes, yes, yes! Meneertje 538. Nou, er is aan een rad gedraaid. En ik zei het al, ja, Rick is in bloedvorm. Dus het is bijna een soort zekerheidje dat de hoofdprijs eruit gaat. Het gaat toch niet weer gebeuren? Ja, ja, het lijkt. Ja, het gaat gewoon. Yeah. Het gebeurt gewoon weer. Rick. Wordt het de hoofdprijs? Ja, je hebt hard gedraaid, Rick, vanochtend, maar. Het gebeurt gewoon weer. Ik maak niet uit wat ik doe. Alles lukt me gewoon. Het is alles lukt mij gewoon. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. Zullen we straks weer even geld weggeven? Ik ben bloedvorm. Nou, ja, ik kreeg zelfs een vraag van iemand die zei: het is niet echt wat jullie doen. Maar het is echt, er wordt eerlijk gedraaid. Ja. En ja, nee, goed, je hebt gewoon iedere keer het geluk aan je kont hangen. Ja, gouden pik, hè, zeggen ze. Ja, ja, gouden pik. Een gouden pik. Het is niet veel, maar het is wel goud. Het is een klompje. Een klompje. Wij blazen de aftocht. Ja. Ja, maar, dat is een rare uitdrukking eigenlijk. De aftocht blazen. Ja, ja, voor je is weg naar deze. Ik vond dat Rick wel een goede afblaas had. Ik heb vroeger met een fanfare gezeten. Nee. Nou, maar mijn neef, Harry, die had. Dat komt hier, ja. Die had een majorettenkorps. Majorettenkorps? Ja, fantasy. Stond je te lachen. Dat kennen mensen, mannen in Den Haag omstreeks. Groots bekend. Die gingen iedereen bij elke Koningsdag, Prinsjesdag, liep fantasy. Braderie kwam fantasy.